man of the match, maar ik denk dat je het veel belangrijker vindt dat jullie op deze manier winnen, of niet? Ja, zeker. Ik win liever 34 keer dan dat ik 34 keer man of the match word. Nee, is heerlijk. Laatste minuut tegen een topclub. Ja, top. Helemaal op zo'n dag als vandaag. Normaal gesproken is het andersom. Ja, ik heb het vaak andersom meegemaakt. Meestal tegen PSV, maar nu is het heerlijk om Feyenoord te pakken in de laatste minuut. Ik dacht wel na een half uurtje van, oh jee, als het maar niet zo'n wedstrijd dat zegen Groningen wordt. Met twee ploegen die vooral niet willen verliezen. Heel weinig kansen. En verschrikkelijk om naar te kijken voor de toeschouwers. Maar ik denk dat die zeker de tweede helft geen moment verveeld hebben. Nee, ja, eerste helft zakten wij misschien te ver in. En lieten we Feyenoord spel maken. En dan komen zij er een paar keer gevaarlijk, zeg maar, in onze 16. En tweede helft gingen we wat meer vanuit de man spelen. Meer in de duels komen, strijd. En ja, dan valt hij uiteindelijk onze kant op. De wedstrijd was beladen, ook voor de spelers? Ja, ik moet zeggen, het begin helemaal. Het was kippenvel en echt mooi. En daarna gaat het toch over op de wedstrijd. Maar ik denk dat de supporters zo goed waren vandaag dat de tweede helft ons doorheen heeft getrokken en zelfs naar de overwinning. Dat moment in de 18e minuut, dat was vooraf aangekondigd. Er zou een minuut geapplaudisseerd worden voor de first responders. Op dat moment gooien supporters de bal in het veld en zegt Guus Buurk, oké jongens, we stoppen even. Was dat gepland? Wisten jullie dat? Of was het heel spontaan? Ik had wel gelezen dat er geapplaudisseerd zou worden. Maar ik wist niet dat die supporters zo slim waren dat ze drie ballen in het veld gooiden. En nee, dat is goed gedaan van de scheidsrechter en ook van de spelers van Feyenoord die ook mee applaudisseerden. Dus ja, was ook... Maar er was niet van tevoren afgesproken dat jullie op dat moment de wedstrijd zouden stoppen? Nee, het is niet besproken bij ons. Hey, is dit nou, het is natuurlijk een heerlijke overwinning, maar heel erg lang kunnen jullie niet van genieten. Woensdag wacht de volgende wedstrijd. Is dit de week van de waarheid voor FC Utrecht? Ja, ik denk dat je deze week wel echt kan laten zien waar je die laatste paar wedstrijden voor gaat spelen. Of je mee gaat doen voor de vierde plek of dat je gaat voorbereiden op de play-offs. Dus ik denk het wel. Je moet nu twee keer winnen. En ja, dat is fantastisch als je dan de week begint met een overwinning op Feyenoord thuis. Ja, de afgelopen weken werden er diverse records gebroken. De langste thuisserie zonder zegen, de langste uitreeks met zegens. En nu de eerste thuisoverwinning op Feyenoord sinds 2006. Zijn dat dingen die tellen? Nou, ik had wel gelezen dat Feyenoord volgens mij 24 keer niet verloren had van Utrecht. Ja, dat is niet lekker. Dus nee, ik moet zeggen, ik kan me niet zeggen echt bezig met die reeks. Meer met stand op de ranglijst en onze eigen wedstrijd. Vijfde plek nu, 4 puntjes achter Feyenoord, 6 achter AZ volgens mij. Er is nog wat mogelijk. Ja, dan moet je blijven winnen en daar gaan we voor.